Wat ga jij later doen als je heel oud wordt? Ik ga duiker worden. Onder water. Duiker onder water, maar dan ben je nog niet zo oud, hè? Nee. Nee. Ik zou willen... Als ik oud ben, bijvoorbeeld als 28 jaar, dan zou ik... Nee, dat is nog wat jong. Maar als ik zoveel jaar zou worden, dan zou ik naar... Dan zou ik... naar de Olympische Winterspelen gaan om te gaan voetballen. Maar zal dat wel gaan als je oud bent? Ja, ja? Dat zal wel gaan. Voetballer. Voetballer? Ja. Ja. Kun je goed voetballen? Ja. Doe je het veel? Ja, ik voetbal in Wijchenaal. Ja. En welke voetballer zou je graag zijn nu? Voetballer zijn? Ja, welke bijvoorbeeld? Ah. Ja, Wout. Ja? Voetballer Wout? Ja. Ja, dat zou goed klinken, hè? Ja, ik noem ook Wout. Dus. Ah ja, natuurlijk. Dat is logisch, hè? En ook als je heel oud wordt, kun je dan nog voetballer zijn, denk je? Nee, maar misschien wel, maar ik weet dat eigenlijk niet, maar ik denk van niet. Zou dat niet erg zijn als je nu voetballer bent en je wordt zo oud dat je niet meer kunt voetballen? Zou dat niet erg zijn? Ik vind dat erg, ja. Ja. Omdat je zo graag voetbalt, dan moet je er ineens mee stoppen omdat je te oud wordt. Maar denk je niet dat oude mensen zich vervelen? Ja, die vervelen hun, ja. En nogthans, die kijken veel televisie en zo, toch? Hè? Ja. Maar zou jij je vervelen als je oud bent? Ja, behalve tekenen. Oud vind ik ook soms heel erg leuk zijn. Ah ja? Ja, als je oud bent, dan moet je niet meer de afwas doen. En dat vind ik dan leuk. Ah, dat is leuk, ja.